Iedere week daag ik een BN'er uit voor een duel. In de strijd maken we gebruik van de coolste gadgets. Deze week neem ik het op tegen Geraldine Kemper. Hallo. Dag. Geraldine. Las. Wij gaan duelleren. En of. Sorry, ik ben gelijk heel erg competitief. Niet een beetje, maar heel. Ik wil winnen. Geraldine ken je van programma's als The Voice of Holland, 3 op reis, Expeditie Robinson en Big Brother. En ze staat altijd open voor een nieuwe uitdaging. Oh, ik denk dat we... Dit is een cocktail ding, ja, toch? Hier moet je cocktails mee maken. Maar moet ik wel eerlijk zeggen dat ik hier niet zo heel niet goed ben in vangen. Jij wel? Oh, lekker! Oké, goed. We moeten even hulp gaan zoeken. Dat denk ik ook, want ik weet niet wat dit is. Nemen we dit mee? Ja. Dit ook? Oeh. Deze. De robot. Oh. Snel! Wie het eerst boven is. Oh my god. Dit is Dylan van Heusden. Hij heeft zijn eigen barschool in Amsterdam. In 2012 werd hij Nederlands kampioen Flair Bartender. Dat betekent dat hij niet alleen de lekkerste cocktails kan maken, maar dit ook met een vette show aan zijn gasten kan presenteren. Welkom. Zo. Dit is Geraldine, ik ben Klaas. En wie ben jij? Hey, goedendag, ik ben Dylan. Wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan vandaag heerlijke cocktails leren maken. En dan ga je eigenlijk in een battle tegen elkaar gaan dit opnemen. En het zijn non-alcoholische cocktails, ook wel mocktails genoemd. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel belangrijk dat altijd het drankje in balans is. Dus de verschillende ingrediënten, dat er de juiste hoeveelheden van gebruikt worden. Maar daarnaast, is als je naar een bar komt, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je een beetje geëntertained wordt. Cheers. Ja, op een eerlijke wedstrijd. Ha, dat betekent dus niet alleen de drankjes mixen, maar ook met flessen jongleren. Ja, en terug. Ja. Wat we dan gaan doen, is ik ga hem één keer snel voordoen en daarna ga ik hem rustig. Ga je het nu doen? Maar hoe? Ja. Nee, je moet niet te veel bewegen. Ja, okay, gooi okay. Alleen maar. Oei! Ja! Ja! Had je? Op deze manier. Ja. Dan rol je de fles uit. En nu ben je aan het schenken. Oh. Ja. Ja! Nou, volgens mij hebben we onze tricks helemaal onder controle. Laat dat duel met die flessen maar komen. Gelukkig hebben we onze gadgets nog. Deze fruitsnijder is van de partij en een superhandige shaker. Even de helderheid. Wij gebruiken deze gadget straks. Ja, we mogen hier gebruik van maken. Dat is een shaker. Ja, die? Ja. Is misschien wel beter voor mij. Ja. Oké, tijd voor de spelregels. We moeten beide 3 mocktails mixen. Een spicy mango, een virgin mojito en een Arnold Palmer. Alle 3 alcoholvrij. Gelukkig krijgen we wel een recept. 3, 2, 1, go! En we moeten ze natuurlijk met flair presenteren. Mooi dat je nog steeds blijft lachen. Mag ik hem? Ja. Even kijken. De klant. Hoe was je werkdag? Je moet heel even die kant op kijken, mevrouw. Of deze kant op. Erg onder de indruk van hoe jullie dat hebben gedaan. Dankjewel. Maar, eventjes. Maar ja, die is de beste. Ik zal het even allemaal proeven. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik vond op het gebied van showmanship, de hele show en dergelijke van de cocktail maken, zou jij de winnaar zijn? Maar uiteindelijk, de smaak van de cocktail, wat natuurlijk wel heel belangrijk was, en ook het gebruik van de gadgets en dergelijke, moet ik jou toch de winst geven. Yes! Gefeliciteerd, yes! Heel goed gedaan. Yes! Yes! Heel goed gedaan. Even van harte gefeliciteerd. Dus wat ik ben vergeten te doen en wat erg belangrijk was, is dat je de ingrediënten even een beetje stuk maakt. Ja. Niemand hoeft dit te weten. Iedereen wil gewoon weten wie is de winnaar. Oké. Kan ik Geraldine verslaan in een cocktailshake-duel? Ik neem mijn verlies. Deze gaat naar Geraldine. Bloedstollend spannend! Oh nee, dat was wat anders. Klaas kan alles, daar kijk je naar. En als je een ander duel wil zien, moet je even hier klikken. Daar kan je je abonneren en hier vind je andere vette opdrachten. Lekker.
kijken. Veel plezier.